Hey boys, het is hier Tom's Retro Corner en vandaag ga ik jullie Nilo uitleggen. Dus eigenlijk is Nilo niet zo moeilijk. Je begint eigenlijk gewoon in een kamer vol met kleine spinnetjes. Je hebt meestal één major die dat magic doet. Dan heb je twee meliers. En je hebt één ranger. Dus zoals jullie zien, de groene spinnetjes zijn voor de ranger om te killen. De witte spinnetjes zijn voor de meliers om te killen. En de blauwe spinnetjes zijn voor de majors om te killen. Nu, ik ken die spawns wel al vrij hard uit mijn kop. Dus ik weet ongeveer wel hoe en wat en wanneer en zo. Het belangrijkste is ook altijd hier dat je altijd de middels die daar agressief zijn op je medespelers of op jezelf altijd killt. Als je even niks te doen hebt als melier of als ranger, kun je altijd even een barrage gooien en zo. Dat is ook de reden waarom dat je soul runes mee hebt. Ook gewoon om even hier. Ah, ik ben even gehit. Ik wil even uphealen. En dan pak je gewoon even een blood barrage. Snap je? Lekker als hier, ik word weer gehit door een ranger. Dus dat moet je dan doen. Dus dat is eigenlijk een beetje het ding. Lekker als in het begin is het vrij rustig nog, Nilocus. Maar na een tijd gaat dat heel druk worden, zoals je ziet. Nu nog niet. Die veranderen ook van kleur, die spinnen soms. Dus daar moet je echt wel rekening mee houden. In het begin doen die dat niet, maar naarmate de tijd vordert en zo, kan die dat wel doen. Dat is ook de reden, like als je net uit bloot komt, koop je normaal gezien als je in een melier zit, de stamina potion. Gewoon puur om... om jou te lopen, like als meliers moeten veel lopen en zo. Nu heb ik eigenlijk niet veel te zeggen. Het is maar pas als het drukker gaat worden dat ik iets meer kan zeggen. Die, dus ook als je met, like als nu, ik heb die gemist, hè, want die turnde. Wit in plaats van groen, dat betekent dat ik die niet meer kan raken. Dus als je een Nilocus raakt met een verkeerde kleur of met een verkeerde attackstijl, dan kunnen die niet meer raken. Dan moet iemand anders die killen voor u. Dus zie, ik ben weer aan het kijken om altijd de middels te killen, zodat mijn teammates niet geraakt worden. Zoals jullie zien is het eigenlijk nu veel drukker. Dus eigenlijk is het nu de moment waarin dat de milliers, degene dat de witte Nilocus pakken, eigenlijk Ice Barrage gaan casten. Want eigenlijk is het doel van de Nilocus zelf om de pillars kapot te maken. Dat is dus wat je eigenlijk ziet. Dus je wilt eigenlijk niet dat er een pillar valt, want als er een pillar valt, dan doet dat je ineens redelijk veel damage. Dus dat wilde uiteindelijk echt niet. Na verloop van tijd ontploffen die ook, die Nilocus. Dus zie, die heeft dan zo'n gloed rond hem. Dat betekent dat ik die niet kan aanvallen. Voilà. Dit was eigenlijk een goede Nilocus, want er is geen ene pillar down gegaan. Nu moet je weten, voor de grote Nilocus, je hebt twee attacks dat je kunt doen. Dus eigenlijk, je begint met een Dragon Claws pack. En dan switch je naar Crystal Halberd. Dan is het nu range. Je kunt twee Blowpipe hits doen. En één T-Bow hit daarbij. Dat is goed. Wat je altijd wilt doen bij die grote Nilocus is, je wilt altijd eerst je prayer veranderen en dan pas je gear, want dat beestje kan vrij veel hitten als je verkeerd hit. Dat wil je ook niet doen, je wilt niet verkeerd hitten, like als je wilt niet op een ranger hitten met Melee, want zoals je ziet, hier, ik kreeg even een 63 op mijn gezicht en dat is iets dat je wilt vermijden eigenlijk. Dus altijd, altijd eerst uw prayer en dan pas uw gear. Hier kun je weer blood barrage op gebruiken als het even niet gaat. Maar dit was eigenlijk de Nilocus. Zoals die bar dropt, dan is Nilocus gedaan en je kunt terug verder gaan. Oké, dit was mijn guide. Merci om te kijken, boys. Joe.